video ga ik je laten zien hoe ik mijn haarroutine doe. Dus hoe ik mijn haar altijd was, wat ik er allemaal in duw. Wat ik er allemaal in doe om het te krijgen zoals het is. Voordat ik ga douchen zet ik altijd eerst de douche aan. Zodat deze al lekker warm is voordat ik eronder stap. En als ik me dan uitgekleed heb en eronder wil stappen, dan is de douche al lekker warm. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Daarna ga ik me dus uitkleden. En speciaal voor jullie heb ik natuurlijk een bikini aangetrokken, want anders is het wel heel erg bloot. En dan ga ik lekker onder de douche. Dan maak ik mijn haar nat. En ik maak het altijd even goed nat, zodat de producten die ik daarna in mijn haar ga doen, beter door mijn haar worden opgenomen. Dan gebruik ik als allereerst een conditioner. Dit is de conditioner van de Primark. Dit is de volume conditioner en deze doe ik in mijn haar. Met name onder in mijn haar, in de puntjes en daarboven. Zodat dat gedeelte juist lekker zacht wordt en ook straks goed doorkambaar wordt. Daarna doe ik even lekker gek onder de douche, hoort er ook bij. Ik ben echt altijd super gek onder de douche. Vooral als ik alleen douche, dan hou ik er echt van om lekker gek te doen en te zingen en dat soort dingen. Vervolgens ga ik de conditioner uitwassen en zorg ik ook weer dat mijn haar goed nat is. En dan kan vervolgens de shampoo aangebracht worden. Dit is ook de volume shampoo van de Primark die ik gebruik. Vind ik echt heel erg fijn op dit moment. Zorgt ook echt voor heel veel volume in mijn haar. Ik focus me eigenlijk met name op mijn hoofdhuid, dus op het bovenste gedeelte van mijn haar. Dit om mijn hoofdhuid zo goed mogelijk te ontvetten. Dan is het weer tijd om dit uit te spoelen en vervolgens breng ik nog een shampoo aan, want ik was mijn haar altijd twee keer met shampoo, omdat ik maar twee keer in de week mijn haar was. En als ik het dan was, wil ik het wel goed doen. De volgende shampoo die ik aanbreng is van Balea en dit is een color shampoo, dus die zorgt ervoor dat de kleur in je haar gewoon heel erg mooi blijft en natuurlijk blijft. Ik gebruik altijd één keer in de week een masker en dit zorgt er toch wel voor dat ik minder snel gespleten haarpunten krijg en mijn haar gewoon mooier blijft, gezonder blijft en ook meer glanst. Dit masker breng ik met name eigenlijk gewoon aan in de onderste haarpunten van mijn haar en de restjes die verdeel ik nog een klein beetje over het bovenste gedeelte van mijn haar, zodat ook dat een beetje zachter wordt, minder snel gaat klitten. Dan laat ik het heel even intrekken en vervolgens dan spoel ik het uit. En wanneer ik klaar ben onder de douche, dan stap ik onder de douche uit en ga ik mijn haar in een handdoek wikkelen, zodat het haar gewoon goed kan drogen. En wanneer ik mijn haar in een handdoek gewikkeld heb, kan ik ondertussen mezelf afdrogen, pyjama aantrekken, want ik douche altijd 's avonds. En als ik dit allemaal heb gedaan, dan is mijn haar ondertussen ook al een heel groot gedeelte opgedroogd en eigenlijk handdoek droog. Dus dan ga ik vervolgens door naar mijn slaapkamer om daar nog wat producten in mijn haar te doen. Ik loop naar de kast waar al mijn haarproducten in staan en ik kijk even wat mijn haar eigenlijk nodig heeft op dat moment. En momenteel heb ik toch wel wat gespleten haarpunten, omdat ik moet gewoon eigenlijk weer naar de kapper toe. Dat merk ik echt heel erg aan mijn haar. Dus ik ga voor een spray van Dove en dit is de Intense Hair Repair Spray. En deze is echt heel erg fijn. Hij is tegelijkertijd ook anti-klit, dus hij zorgt gewoon voor een stuk minder klitten in je haar. En deze spray ik eigenlijk gewoon over mijn gehele haar heen. Vervolgens laat ik mijn haar gewoon drogen aan de lucht. Ik ga het niet föhnen of wat dan ook. Ik stap eigenlijk gewoon zo het bed in. En de volgende ochtend ziet mijn haar er dan vervolgens zo uit. Heel erg poofy, echt heel erg opgezet. Maar goed, daar ga ik nu wat aan doen. Ik ga dat allereerst goed doorkammen. Ik verdeel mijn haar in twee secties, zeg maar. En dan ga ik mijn haar gewoon heel erg goed doorkammen. Dit vergt bij mij best wel wat tijd. Want ik heb gewoon best veel haar. En daarnaast gaat het bij mij gewoon ook heel snel klitten. Vervolgens ga ik mijn haar ook een beetje in model doen. En ik vind dat het toch nog wat poofy is. Dus toch wat droog. Ik merk dat mijn haar gewoon nog iets meer kan gebruiken. Dus ik ga nog een serum aanbrengen in mijn haar. En dit doe ik met het Bio Silk Serum. Deze verdeel ik gewoon over mijn handen en verdeel ik weer over de twee gedeeltes in mijn haar. En dan alleen het onderste gedeelte, omdat het best wel snel je haar vetter maakt. Maar dit zorgt er wel voor dat mijn haar gewoon een stuk gladder wordt. En dat het gewoon ook echt een stuk minder poofy is. Dan was dat weer de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg! Oh shit, ik moet even deze afzetten. Kom maar, goed. Damn it!